Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van GTA. Dit keer zal ik jullie een glitch laten zien. De glitch werkt als volgt. Je koopt een auto, de Red Loader of zoiets. Die kost $6,000. Dan ga je naar suspensions. Ga je met je pijltjes iets op en neer. Zodra je dat na 10 seconden hebt gedaan, ga je naar horens. En dan ga je helemaal naar onder. Dan klik je die aan. Als goed is heb je die dan gekocht. En dan verkoop je hem. En zo werkt de glitch. Hopelijk hebben jullie wat aan. En hierna zie je het filmpje nog een keer. Om nog beter te bekijken. En ik wens jullie veel succes. What miracle did you want me to perform?